Mijn naam is Hans Leeman. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben verslaggever van U in de Wijk, maar ook het zingen natuurlijk. Maar u ziet er maar achter een gebouw. Dat was het eerste gebouw voor mij van U in de Wijk. Mijn eerste sollicitatie heb ik gehad met Klee. Ik wilde graag bij U in de Wijk. Waarom? Omdat ik zelf in de muziek zit, wil ik graag de mensen laten zien welke artiesten in Overvecht zijn. En ik had nog veel meer ideeën en dan zaten we rustig op een bankje die helaas er niet meer is. Want dat was ook met dit weer, mooi zon. En dan waren we gewoon genieten van wat gaan wij doen voor U in de Wijk. En waarom voor U in de Wijk? Voor welke mensen doen we het? En Klee is ook mijn cameravrouw geweest. En daar heb ik heel veel geleerd. En ik heb ook altijd gezegd, ik wil U in de Wijk laten zien wat U in de Wijk is. U in de Wijk is voor mensen, en ik zeg altijd, Jip en Janneke taal. Waarom Jip en Janneke taal? Niet iedereen begrijpt het. Mijn items, dat is gezelligheid. Ik hou van een dolletje. Ik hou ook wel eens een beetje serieus, maar het is niet echt mijn ding. Ik heb voor entertainment, waar je kunt lachen, maar ook wel eens een beetje serieus. En wat ik al zei, Jip en Janneke taal, dan kom ik gewoon bij mensen die gewoon het volk is, zoals wij allemaal zijn. Zo van, oh kom binnen jongen, en nou hier heb ik dat staan, ik heb dat staan. Het was ook een onderwerp, er was twee mensen, die man speelde accordeon. Nou, en die vrouw die was ook zo van, maakt niks uit. Nou, daar hebben we echt een heel leuk item van gemaakt. En die speelde accordeon. Nou, en natuurlijk hoorde zij Klee altijd, Hans, wat je kan doen, is meedoen. In de kast. Oh nee, ik weet, sorry, het is U in de Wijk. Dat ben jij. Ja. En hoe jong ben je hier? Oh jee, toen was ik heel jong nog. Heel jong. En is bij je thuis? Ja, dat is bij mijn ouders thuis. En hoe zat je moeder eronder? Hoe vond zij dat? Oh boy. Mijn moeder was het, die vond het hartstikke mooi. En gingen ze ook samen dansen als jij ging spelen? Dat wel, ja. Ja? Ja. Oh, dus het was eigenlijk altijd wel een feest in huis? Ja, op mijn werk. Zoals in Bergenbos heb ik ook altijd gespeeld voor de mensen. Ook op de campingen wij feesten gehouden. Er wordt hier op de camping staan naast die van de Linde. Na al die grote glazen bier wil ik nou wel naar bed. Maar joh, je weet niet waar, echt niet meer waar je dat ding hebt neergezet. Dat is van de camping. Hitknallers. Je hebt helemaal grijs gedraaid. En zit hier ook een favoriet in? Deze speel ik ook. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Ja. Heb je daar ook redenen voor? Nou, daar heb ik geen redenen voor. Maar ik vind het gewoon een heel mooi lied. Want zo goed ben ik als ik, zo stoer, zo charmanderswaardig. Ja, dat vind ik juist wel heel erg mooi. En ik hoor, jullie zijn bijna 30 jaar getrouwd. Aanstaande dinsdag over een week. Dan komt gelijk bij mij op en ik heb je voor het eerst ontmoet. Het witte waterkant. Zie je twee gelukkige paar in Overvecht en muziek en liefde op het eerste gezicht. Bedankt voor jullie interview en kijkers, veel plezier, tot de volgende keer. En ik krijg heel veel leuke reacties van mensen die zeggen, jongen. En dan in Jip en Janneke, jongen, wel goed gedaan hoor. Was hartstikke leuk. Nou, en dat willen we graag. Dus waarom ben ik bij U in de Wijk Overvecht? Om te laten zien dat er nog meer is in onze wijk dan alleen maar de supermarkt. Dan ben ik bij U in de Wijk gekomen. Klee, bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt bij U in de Wijk Overvecht.